Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is Ronald en het is weer tijd voor een gloednieuwe custom map op het Gameportaal. De vorige keer speelde ik met jullie Asleep, dat was een hele matige horror map. Ik vond hem niet zoveel aan, maar dat blijkt een hele grote fanbase, ik weet niet echt waarom. En vandaag speel ik met jullie Extreme Rainbow Parkour. Iets in die richting dan. Ik heb deze map net al een klein stukje gespeeld, maar mijn opname was gecrashed. Helaas, dat hoort bij YouTube struggles, niet al te lang, maar... hopelijk heb je er zin in. Smash op een duimpje omhoog. Laat achter in de reacties welke custom map ik de volgende keer mag doen. Of moet doen. Mag ook. Liefst een custom map die je met z'n tweeën kan doen. Zodat ik binnenkort weer met Timo even wat adventure maps kunnen doen. Zoals vroeg op een gamekanaal en begin het gameportaal. Ik heb ongelooflijk veel zin in. Hopelijk jullie ook. Smash op een duimpje omhoog. Halen we de 1500 likes. Ik moet toegeven dat dit er heel erg vet uitziet. Over van die boos. Boe. En Rainbow Road. Ik vind de Rainbow Road Mario levels echt het beste. Ik weet niet. Die zien er altijd heel erg gezellig uit. Heel erg blij. Maar ja, ik ben een Mario fan geweest. Ik ben heel erg verslaafd geweest aan Mario Kart met klasgenoten. Gingen we altijd op de GameCube. Gingen we Mario Kart spelen. Daar kun je volgens mij met twee personen op één auto. Of was dat de Wii? Ik heb geen idee. Maar ik vond het juist zo'n vette map. En wow, daar ging het even helemaal mis. En ik vind het leuk dat ze dit hebben gemaakt in Minecraft. Dus je moet je bedenken dat mensen soms heel erg creatief kunnen zijn in Minecraft. Het is echt abnormaal. We doen het best wel goed. Ik was nu al 5 keer dood gegaan in mijn vorige opname. Dus het gaat... Oh god, het gaat nu top. Oké, ah, nee! Nee, hier ging ik toen ook een paar keer dood. Shit, oké. Ook was ik gisteren bij een Black Ops 3 evenement. Het was echt super vet. Het was echt vet. Ik ben zelf heel erg hyped voor Black Ops. Puur, ik ben een op de PC. Ik ben een PC gamer. Maar ik heb Black Ops 2 heb ik op mijn PC heb ik letterlijk 70 uur gespeeld. Dat is in mijn ogen veel. Vergeleken met Garry's Mod is dat niet veel. Garry's Mod is letterlijk 500. Maar ik mocht het dus spelen en het ging best wel netjes. Jaroski zat te streamen samen met Afrojack. Ik heb hier dus Black Ops 3 liggen. Ik wil die binnenkort wel doen. Maar ik heb het op de PS4. Ik heb hier wel een PS4, maar wij hebben geen PlayStation Plus. Dus ja. Die kunnen we wel kopen, maar ja. Ik ben een PC-game. Dus ik heb het liever op de PC waar ik dan zombies kan spelen. Met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Gijs en Timo, Lotte en zo. Dan op de PlayStation 4. Ik raak niet zo spannend van de PlayStation 4. Ik had die hier wel liggen, maar die heb ik toen aan mijn broers gegeven. Ah, boe. Oké, we zijn nog maar 2 keer doodgaan. We doen het best wel netjes. Oké, kom hier niet weer doodgaan. Waarom ga ik hier weer dood? Timo wilde binnenkort ook wel meedoen. Daarom vroeg ik ook aan het begin van jullie. Hey, laat ook even een custom map achter die ik met Timo kan doen. Dan brengen we een soort een beetje de oldschool het gameportaal terug. Kom. Nee! Dit is zo lame. Oh, al 4 keer doodgaan. Ik schaam me gewoon. Ik schaam me gewoon letterlijk. Oké, kom aan, Ronald. Laat je niet gek maken door deze stomme map. Deze map is nog erger dan de meeste troll levels. Oké, kom maar. Oké, we doen het nu uitstekend. Kom maar, niet vallen hier. Yes! Yes! En dan hebben we hier het gehaald. 6 komt er voor mij in de volgende checkpoint. Daar staat de checkpoint. We gingen ook nog bijna in de lava, hè? We gingen ook nog echt bijna de lava in. Oké, hier moeten we een scherpe bocht. Ja, vanaf hier crashte mijn programma. Dus vanaf nu weet ik niet meer wat er gaat gebeuren. Maar wij zijn goed. Wij zijn gewoon heel erg goed zelfs. Mijn ego is weer te hoog, jongens. Maar ja, dat heb je ook gewoon. Kom op, daar is de volgende checkpoint. Niet doodvallen, niet vallen. Kom op. Yeah, buddy. Ik weet niet, hoe ver zijn we nu eigenlijk al? God, is dit een slimme actie? Nee, dit was geen slimme actie. En ik snap, volgens mij had Job, Enzo en Wouter deze map ook wel een keertje gespeeld op YouTube. Maar jullie vroegen het zoveel aan, dus ik dacht van, hey, ik doe het wel gewoon. Want ik kreeg het ook bij mijn vorige video's waar ik dit speelde, dat ik deze map moest spelen. Maar toen skipte ik hem. Omdat heel veel YouTubers dit al hadden gespeeld, dus ik voelde me niet meer echt origineel. Maar omdat ik weer zo heel veel aanvragen kreeg, dacht ik zo van, hey, oh, nee! Dacht ze van, hey, ik doe het wel gewoon, oké? Ik doe het wel. Je moet volgens mij ook op de juiste moment springen. Zoals nu? Ja, hoor. Oké, volgens mij weten we een beetje hoe we dit moeten doen. Oh! Komt er nog zo'n sprong? Nee, gelukkig niet. Geef me alsjeblieft een checkpoint. Oké, geen sprong. Oké, er komt nog 1 sprong. Oeh, en we hebben het gewoon gehaald. Daar ben ik blij mee dat we hier niet dood zijn gegaan. Oh nee, ik let even niet op. Ja, yes. Oké. Ik weet niet, krijgen we nog zo'n sprong? Ik haat die jumps.
Die jumps zijn echt moeilijk. Echt lastig. Oké. Okay. We doen het nu best wel netjes, jongens. Oh, lol. Wat is dit nou weer? Wat de hel? Ik weet niet waar we nu naartoe langs moeten. Hopelijk hebben we de goede baan gekozen. Niet dat we in één keer vallen zo. Dat je in één keer een verkeerde kant kiest en dan trollen ze je. Ik haat trolls. Behalve Trollface Quest. Dat vind ik nog wel een leuke game. Volgens mij komt er zelfs binnenkort een nieuwe Trollface Quest uit. Die te maken heeft met YouTube virals. En die wil ik wel doen. Laat in de reacties achter als ik die ook moet doen op HGP. Hoi Mario, alles goed? Hebben we het gewoon gehaald? Oh, nice. Volgens mij doen we het echt wel netjes, of niet? Of niet, guys, of niet? Maar dit is stom. Dit haalt mijn hele ego weg, Rainbow Road. Dan kom ik niet doodgaan, niet doodgaan. Een hele... Nee, come on! Dit is zo lame. Ik leef me echt in zulke games, jongens. Ik kan me er echt in leven. Oh god, laat je niet gek maken, Ronald. Laat je niet gek maken, kom op. Nee, kom op, we waren er bijna. Oh, zag ik daar nou een vliegtuig daarboven? Woe. Oh, dat was wel een mooi bochtje, hoor. Come on, come on, come on. Oh. Oh, snapper Bemba. Oké, we kiezen deze kant. Oeh, we hebben het gehaald. Eindelijk weer een checkpoint. Hé, wat is dit? Wat de hel is dit? Wat moeten we hier doen? Het lijkt een beetje op Domino Day, man. Domino Day, bestaat dat nog? Volgens mij doen ze helemaal niks meer met Domino. Volgens mij doen ze helemaal niks meer met Domino Day. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké. Waar de hel moeten we naartoe? Zo, we doen weer eens. Nee! Oh, het ging zo lekker. We did it! Ik zie daar de checkpoint. Alsjeblieft, laten we niet springen. Oh, we halen het. We halen het. Checkpoint! Oh, wat? Wat de hel is dit? Wat de hel is dit nou weer? Oh, we moeten op de slime. Oké, kom op de slime. Oh, hier kunnen we nu verder. Oh, ik dacht al. Hebben we het gehaald? Dit is zo lame. Ik dacht echt dat we het hadden gehaald. Ik werd afgeleid. Oké, go. Kom. Nee! Ik haat dit zo erg. Come on. Oké, go. Op die ladders. Oh, we hebben het wel gehaald. Daar ben ik wel blij mee. Kom op, waar gaat die stomme trapjes? Dat is altijd mijn meestal als ik het zat ben. Als ik een map zat ben, dan praat ik allemaal bullshit. Hey, daar is een mini Mario. Ik ben benieuwd hoe ze dit hebben gemaakt, hoor. Hoe lang dat sprint blijft. Ik raakte afgeleid. Zijn we hier weer? Ik haat dit. Ik haat deze map. Fuck this shit. Eindelijk zijn we hier weer. Oké, hieruit kijken. Oeh, nice. Eindelijk zijn we hier weer. Verdomme, dat was echt heel kut. Was ik eindelijk weer zo ver, gaan we dood. En dan raak ik echt chagrijnig. Ik raak soms echt chagrijnig. Ik ben een persoon die niet tegen zijn verlies kan. Laat staan als ik random dood ga. Oké, kut. We moeten uitkijken voor die blokjes. Laat je niet gek maken. Laat je niet gek maken dat je naar beneden valt. Daar komt de checkpoint. Come on. We can do this. Yes, eindelijk. Hoe lang duurt deze map eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik heb het gevoel dat we het bijna ook hebben gehaald, of niet? Oh god. Ik raakte afgeleid. Yeah, come on. Nee, nee. Fuck. Come on. Kan ik niet eens normaal een slokje water nemen? Hoe lullig zou het zijn als je in één keer in zo'n oude checkpoint valt? Als je valt en val je precies in een checkpoint. Dat lijkt me ook zo lullig. Maar nu gaan we er gewoon voor. We can do this, guys. Laat je niet afleiden. Geen slokjes drinken nemen. Oké, kom maar. Eindelijk. Oh god, krijgen we nog zo'n lijn? Dit is zo lame. Of niet? Of is het een soort van... Oh god, hoe gaan we dit doen? Ik ben het zat. Ik begin het zat te raken. Oké, hier zijn we hier weer. Yes!
Yes! Come on. Zeg dat daar een checkpoint is. Zeg dat daar een checkpoint is. Nee! Hoe lang duurt het voordat we een checkpoint krijgen? Verpruts dit niet. Oh, come on, come on. Geef me zo'n checkpoint. Oh, mijn hand begint. Oh, ik zie een checkpoint daar. Alsjeblieft. Don't fuck this up. Oh, yes. Eindelijk, we halen dit gewoon. Zijn we ook bijna bij het einde? Ik heb hier echt 10 minuten vastgezeten, bijna. Nou, 5. Yes, eindelijk. Oh, fucking hell. Ik vind deze map niet eens meer leuk. Ik vind het nu irritant aan het worden. En er komt ook maar geen einde aan. Holy shit. Come on, come on. Fuck. Oh god, waar komt dat Minecraft geluid in één keer vandaan? Waarom staat dat in één keer aan? Oh, rust jongens. Oh ja. Oh, waarom zag ik deze tip niet? Nee, kom op. Oké, maar we weten nu hoe we dit moeten halen. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Oh ja, oké. Nice. Waarom zag ik dat bordje niet eerder? Oh. Gaan we het nu gewoon een keertje halen? Ik zie een checkpoint. Ik zie een checkpoint. Oh, nee. Come on. Dat was een checkpoint. Come on, come on, come on, come on, come on. Kort. Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Rustig aan doen, rustig aan doen, rustig aan doen. Zo. Zo. Oh, ik zie het, ik merk het einde. Come on, come on, come on. Alsjeblieft, don't fuck this up. Ik rage quit. Eindelijk, eindelijk ga. Oh, god. Oké. Maar we hebben dat eindelijk, dat stukje gehaald. Voor mij was dat het rotste stuk van het hele spel. Kom on, kom on, kom on, kom on, kom on. Doorheen. Nee, 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 nee. En weer omhoog. Kom, scheid. Scheid en hebben. Scheid en hebben. Kom. Oh ja. Gewoon er doorheen gaan. Doe alsof er niks is gebeurd. Fucking lava. Verdomde lava. Ik haat lava aan Minecraft. Maar we hebben nu scheid. Oké, fuck this shit. Ik ben niet snel een persoon die zagrijnig wordt in de map, maar deze map maakt je letterlijk gewoon echt zagrijnig. Een map die niet grappig is. Deze map is ook niet eens leuk. Ik snap de hele fanbase niet van deze stomme map. Leg me eens uit. Oké, come on, come on. Don't fuck this up, please. Don't fuck this up. Hebben we het gehaald? Zie je gezegd dat we het hebben gehaald? Oh. Oh, wat gebeurt hier? Oké, kom, we moeten nu hier. Are you starting to see why it called extreme? Nee. Dat weet ik nog steeds niet. Because you should by now. Come on. Als ik echt 100 keer dood ben gegaan, ik rage quit. Ik heb echt geen zin meer. Ik heb echt geen zin meer. Serieus. Oh, gelukkig hebben we hier onze spawn. Ik heb gewoon game mode aangezet hoor. Ik heb geen zin om weer te vallen. Ik ben nu op een plek gekomen waar ik denk zo van, hey, hier mag je trots op wezen. Als ik echt één keer val, ik vlieg gewoon terug. Ik heb er echt geen zin meer in. Oh, zoals dit, zoals dat. Want ik ben het eigenlijk helemaal zat. Ik ga ook niet meer, ik ga voortaan kijken voordat ik een map kies. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Oh, wat is dit? Ja, ja, go. We zijn er bijna. We zijn er. Oh. Het was. Ik stond erbij, maar ik vloog omhoog door de game mode. Oké, come on, come on. Come on. We zijn er bijna. We zijn er bijna. We are almost there, yo. We are almost there. Okay. Yes. Oh, Rick. Ik vlieg even omhoog, want ik heb geen zin om deze ladder omhoog te klimmen. Ah, dit is nog wel te doen. Denk ik tenminste. Hoe gaan we dit doen? Zo. And we did it. We did it, bitches. We did it. Go. Yes. Having fun yet? Nee, donder op. Laat me het rust. Ik vind het echt oprecht niet leuk. Ik speel het nu al een uur. Het Solzin stukje was nog kutter dan ooit. Oh, look up. Oké, go. Nee, come on, nee. Come on.
Zijn we bijna bij het einde? Oh. Volgens mij moesten we hierop landen. Oké, dan doen we dit even opnieuw, hè. Come on, come on, come on. Yes! Yes, kom! Oh, hier kunnen we, dit kunnen we gelukkig springen. Waarom heb ik het gevoel dat we het zo halen? Of gaat het hier gewoon letterlijk weer door? Oh my god. Go, 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 go. Shift is je beste vriend, jongens, trouwens. Als je het even niet kan volhouden. Yes, kom op. Zeg dat we alsjeblieft bij het einde zijn. Come on, zeg het. Nog steeds niet. Volg de checkpoint. Great, ik ben het zat. En ondertussen is het al 2:30. We will rock you. We will rock you. Wat moeten we hier doen? Wow. Krijgen we dit echt weer? Kom op. Fuck. Oh, dit was netjes. Dit was netjes. Ik ben het zat. Ik ben het zat. Waarom herken ik dit al? Ik heb het gevoel dat ik dit al herken. Oeh, we gaan nu een buis in. Nice. Woe. Hey. Gewoon een map. Die heel irritant is. We noemen hem ook wel El Rainbow. Rainbow fucking road. Ik vind het echt niet meer leuk. Deze map duurt ook veel te lang. We zijn erbij, nou we zijn erbij, nou maar nog niet helemaal. We zijn erbij, nou we zijn erbij, nou maar nog niet helemaal. Rot map. Checkpoint, checkpoint. Oh yeah. Deze map duurt veel te lang. Wat is hierboven nou weer? Is dit het einde hierboven? I will be so happy. I will be so freaking happy. Oké, en shift. Oh, ja. Ik zit in bad. Gewoon in bad. Een beetje met het sap te klieren. Ik klink als Miss Piggy. Oh, no, no. Wee, wee, wee. Oh, check ons gaan dan. Hey, alweer een checkpoint. Nog steeds niet het einde. Hoe lang hebben Wouter en Enzo en Milan hier zo over gedaan? Oh, bijna. Weet je wat? Fuck this shit. Ik ben het echt zat, jongens. Ik ben het echt zat. Gaan we eindelijk door het kasteel in? Gaan we het kasteel in? Oh nee, we moeten nog een bocht. Oh nee, joh. Oh, wat spannend, wat spannend. We zijn erbij, daar, we zijn erbij. Nou, maar nog niet helemaal. Kontje kal. Oh, en... Oh nee, daar moeten we niet heen. Wacht. Dit slaat nergens op. Ik ben even benieuwd wat dit is. Nog steeds niet. Voor mij is dit het einde, denk ik. Ik heb het gevoel dat dit het einde is. Het zag er wel uit als het einde. Oh, yes! We hebben het gehaald! Eindelijk! Na 51 minuten! Oh, fuck dit. We gaan even kijken wat hier staat. Thanks for playing. Holy shit, ik ben het zat. Holy shit, ik heb ook helemaal geen zin om deze video af te sluiten meer. Wat een kutmap!